Hallo allemaal, mijn naam is Victor, achter de camera staat Gerard en wij gaan vandaag dit biertje openmaken met deze voorlader. Koop van het goedkoopste, weet je wat je opzoekt hè Gerard? Man. Jij kan niet rijden, dus jij drinkt al die flesjes kapot. We hebben er meer. Pellet. Oh, we kunnen mooi inklemmen. Okay, we gaan hem gewoon erin zetten. Klem vast. Ik zeg gewoon de bak tegenaan en dan gaan we gewoon proberen hem open te maken. Gewoon proberen, zijn er heel veel kinderen geboren. Maar... Don't try this at home. Een lesje vertrekken met de voorlader en een biertje. Ja, en een Holland natuurlijk. Niks. Wat is dit nou, Victor? Weet je niet hoe het werkt? Ja, ik heb eigenlijk ook niet gestudeerd, maar... Ah, moet het doen. Nou, wij weten niet hoe. Ik zal anders even de dealer bellen. Even vragen hoe het werkt. Ja. Zit de dealer in de buurt of niet? Ik heb geen idee. Heb je dat, heb je een knopje gevonden? Het is gewoon dit groene wonderknopje. In één keer goed. Ja hoor. Hey, kijk nou, zonder schade, heel belangrijk. Drink jij altijd bier in je eentje, of niet? Ik drink altijd bier in mijn eentje. Ik wil ook bier. Ik zei, ik ken er wel een flesje voor je. Zet er wel een dopje op. Ah, lekker man. Ja. Heerlijk. Bier. Daarom doen we het dus op een andere manier met een voorlader. Nou, Gerard. Proost, Victor. Denk jij dat er nog meer manieren zijn om bier open te maken? Ik denk dat er wel meer manieren zijn om bier open te maken. Wij zijn met z'n tweeën natuurlijk nog niet zo heel slim. Als je dit filmpje hebt bekeken en je hebt een nieuwe manier bedacht om een bierflesje open te maken, laat het even weten in de reactie. Zo, hieronder. Onder dit filmpje. Hieronder. Geef even een duimpje. Een duim. En laat een reactie achter. Mm. Zo, die was lekker.